Hallo, mag ik even je aandacht? Ik wil je namelijk iets vertellen. Jij en ik gaan straks je toekomst delen. Straks ben ik er elk moment van de dag voor jou. Maar voor ik over mezelf begin, wil ik het graag eerst over jou hebben. Ik ben benieuwd naar alles wat jij me wil laten zien. Naar alles wat jij met mij wilt delen. Laat me zien wat je bezighoudt en wat je passie is. Ik luister graag naar al je plannen. En als jij het wilt, laat ik het aan iedereen zien. Ik ben bij je als je sport. Tijdens die ene voetbalwedstrijd. Als je tennist. Of als je jezelf op een bijzondere manier inzet voor onze samenleving. Ik luister graag naar al je grappen. En als jij het goed vindt, deel ik ze met heel de wereld. Laat me zien wat je vandaag gedaan hebt. Laat me lachen. Laat me huilen. Verras me. Verbaas me. Intrigeer me. Of laat me gewoon zien waar jij voor staat. Ik ben bij je als je surft op internet. Als je radio luistert en als je tv kijkt. Ik ben je metgezel als je strijdt voor idealen. Of het opneemt voor de zwakker in onze samenleving. Ik ben benieuwd naar jouw omgeving. Ik ben je klapblok, je uithangbord, je uitlaatklep. Ik ben er voor jou. 24 uur per dag en 7 dagen per week mag jij een beroep op me doen. Maar voordat ik verder praat, moet ik eerst maar eens zeggen wie ik ben. Mijn naam is Pim en ik hou van mensen. Dat laat ik aan iedereen lezen, aan iedereen horen en aan iedereen zien. Dat is dan ook wat ik in het dagelijks leven doe. Laten zien wat mensen bezighoudt, waar mensen voor staan en wat onze samenleving zo bijzonder maakt. Ik ben een nieuwe omroep die heel dicht bij jou staat. Lokaal en publiek, bijzonder, uniek en innovatief. En ik stel me graag aan je voor om je te vertellen wat we gaan doen. Ik ben geen gewone, traditionele, lokale omroep. Ik word gevoed door jou, gevormd door jou en ik ben afhankelijk van jou. Ik ben je vriend en vriendin. Je zoon, je dochter, je buurman en je sportmaatje. Je politieke partij, je passie en je omgeving. Ik ben Pim en Pim ben jij. Ik hoop dat je gebruik van me gaat maken. Je mag me voeden met tekst, beeld en geluid. Dat kan via je mobiele telefoon en via internet. Ik laat iedereen je teksten lezen. Ik toon je foto's en speel je video's af. Ik beloof je dat ik altijd alles eenvoudig en begrijpelijk zal houden. Ik ben Pim en ik ben hier voor mij. Voor mij, voor mij, voor mij, voor mij, voor mij en voor jou. Samen zijn we de Waadtlandse gemeenschap. Samen maken we Pim. Omroep Pim.